Zowel op het hoofdkantoor van de Finabank als het Finabank filiaal bij u in de buurt kunt u altijd terecht als het aankomt op het doen van stortingen op uw rekeningen. Ik heb het dan over stortingen in SRD's en in vreemde valuta's, daarmee de Kaanse dollars en de euro's. Recentelijk heeft de Centrale Bank van Suriname zijn beleid verscherpt als het aankomt op het doen van stortingen in vreemde valuta. Stortingen vanaf $3000 of €3000 moeten vanaf nu op zo'n formulier. Op dit formulier moet u ook aangeven waar de herkomst is van uw gelden. Verdient u bijvoorbeeld vreemde valuta, dan zou u gewoon met een loonstrook kunnen aantonen dat u daadwerkelijk doet. Heeft u recent nog een loonstrook bij ons overlegd, hoeft u dat niet meer te doen. Natuurlijk helpen mijn collega's van de Customer Care, Retail Banking en Business Banking u heel graag voor het veilig en snel storten van gelden op uw rekening. Heeft u nog vragen over het beleid van de Centrale Bank van Suriname of hoe de Finabank u het best van dienst kunt zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via onze Facebook Messenger, onze Finabank internetbanking, ons e-mailadres, onze telefoonnummers of loopt u gerust even langs. Want bij Finabank is stilstaan geen optie.